Eva Hermans Kroot, die je natuurlijk kunt kennen van het televisieprogramma Over Mijn Lijk, laat via haar Instagram-account emotioneel van zich horen. Ze heeft het moeilijk met het feit dat haar leven nooit meer als voorheen wordt. Bij een foto uit 2018, waarop ze samen poseert met haar man Matthijs, schrijft ze: Ik mis ons. Altijd samen en toch mis ik je. Ik mis ons. Eva vervolgt: Ons normale leven, onbezorgd, intiem samen en spontaan. Ik zie je elke dag, we knuffelen en we kussen maar echt samen zoals eerst is er niet meer. Eva krijgt het lastig wanneer ze beseft dat ze haar man ooit moet achterlaten. Ik wil je niet alleen laten zijn, ik wil voor altijd bij jou zijn, zo schrijft ze. Vannacht werd ik wakker om drie uur s'nachts en kwam dit heel erg naar voren. Zo zachtjes als ik probeerde te doen werd Matthijs toch wakker van mij. Ik moest huilen met de gedachte dat ik hem helemaal nooit alleen wil laten. Dat ik onze oude wij mis. Het maakt mij zo onwijs verdrietig dat ik niet meer alles kan doen wat ik wil voor Matthijs. Dat de kanker zo'n grote rol ook binnen onze liefde heeft gekregen. En dat die liefde ook ooit gaat breken. Het blijft oneerlijk, want Matthijs is de liefde van mijn leven. Eva kreeg twee maanden geleden te horen dat de artsen niets meer voor haar kunnen betekenen. Hoe lang ze nog te leven heeft, weet ze niet. Het kunnen een paar maanden zijn of iets langer. Hoewel Eva beseft dat het nu echt een aflopende zaak is, probeert ze positief te blijven. Ze ontvangt veel lieve berichten van mensen op haar Instagram pagina en probeert het beste van elke dag te maken. Wij leven ontzettend met Eva mee. Laat een lieve reactie voor haar achter. Dat verdient ze roodhart.